Yo. Deze, die heb ik al, geen idee. Maar we gaan even een speciale voor YouTube maken. Of mag spelen voor de duidelijkheid. Ik denk dat ik ga houden met stier. Deze. Ik denk dat ik als warrior of zo ga. Dan gaan we voor de orb, dan gaan we niet meer. Ik denk dat jullie al op de gang deze gaan we lekker voor deze. Dan gaan we lekker voor. Lekker kust en lekker mooi. Dan vind ik deze. Deze. Aardig. Kaal. Ik wil die orks van kaal maken. Ja, zo. Nog op de aardrukken. Ik ben gewoon een dikke paard. Kaal. Nee, echt een dikke paard. Klein paard. Dit. Postuur. Dit is echt het. Heb je als ik een Warcraft gezien, dan heb je ook zo'n tovenaar, weet je wel, de Warlock is dat ook. Die heet als goed Uren of zo, weet ik. Die maakt een portaal van zielen en shit. Maar die staat ook zo. En staat er niet op en dit zit baan. Maar ik ga zo. Kijk op. Dit moment, dit kan ik in the world. Ik ga even zeggen. Ik wil vaak als warrior, maar ik krijg een vorm en ik ben wel van de mega switch en shit. Ik vind het gewoon leuk. Dus als jullie deze bal gaan spelen, dan doe ik het. Priest, een hunter of een warrior, leuk vind ik. Zodat ik het niet veel spelen was. Een monnik is het zo pittig. Ja, luid me nooit stoppen, maar het ziet er niet vet uit. Je moet gewoon vet uit. Daar komt het in. The Great Cataclysm has shattered more than just the world. War Chief Thrall, arguably the most powerful living shaman, has left his people behind so that he might stop the cataclysm at its source. Yet in his absence, the orc champion Garrosh Hellscream has become the Horde's new War Chief. Though popular amongst the orcs for his victories against the Lich King,
Garrosh's reckless leadership has begun to cause a rift between himself and the other leaders of the Horde. With Durotar's natural resources nearly depleted, Garrosh seeks to take whatever his people need to survive, regardless of who stands in his way. A dangerous new era for the Horde has dawned, and it falls to brave orcs like you to uphold the will of the new war chief and assure the dominance of your people. Kijk, dit ben ik. Dat kan je al heel snel horen. En één, wat rustig. I need a target. Target. Speak, friend. May your blades never dull. Speak to the blah blah blah. This guy. Blood and thunder. Down. Ik heb het gedaan en we hebben nu een quest gezet. Zo hoort dat. Denk ik. What do you need? Of heb ik. Oh nee, die varkens afmaken. En daarna krijg ik. Dan krijg ik pas de gear. Zeg maar. Dan heb ik een paar quests doen en dan is dat de video. En zo gaat de video elke keer. Beetje grinden, beetje missie doen en zo. Ik heb ook mijn helft heb ik. Dat is niet zoveel. Maar ja, ik ben zelf net. Ik ga afstand de shit doen. Anders. Kijk nu. Hoe ver mijn range is. Oh, deze range is mooi. Hij bad? Oh. Zou hem ook looten, heeft wat leuk. Nou, ik heb wel goed gekopen. Ik wou als stier gaan, maar ik dacht van ik kan dit looten en de stier ziet er nog geen uit. Dat is wel hard. Oké, hebben we die ook gelijk. Wil je matten? Is goed. Kom maar. Kijk, aan de andere kant van druk. Pak hem. Moeten we er nog 3? Hoe snel zo'n konijn dood? Best wel snel. Hoeveel damage moet ik gaan doen? Zo moet je 11 damage. Echt helemaal mee. Ik heb een tank en ik moet je een tank. Ja, ik kon er niet in kiezen. Als 4. Ja, dit is ook een fucking druid, of een warlock, dus ja, dan ben je nog niet zo sterk. De eerste keer dat ik dit deed, had ik niet zoveel shit verwijderd, maar goed. It begins always by the beginning. Maar dit is een ander speler, geweldig met deze guy. 71, ik ben level 1, ik heb meer helft dan hem. Wat laat het nog? Kan ik hem challengen? Ik kan hem duelleren. Eerst even kijken wat hij heeft. Formaat of zo. Even kijken, waar komt het ook weer? Inspected. Hij heeft die. Hij heeft helemaal niks, joh. Misschien kan ik hem aan. Duelleren. Wil je matten? Wil je matten? Dat mag niet hier. Oké, dat is fijn om te weten. Ja, ik heb het zo. Ik heb jullie gelijk zien hoe je gear aantrekt. Heel simpel, je pakt het, je slit naar je poppetje toe en je hebt in één keer een dingetje. En we hebben 10 helft erbij. En ik ben voor 2. Zo gaat dat dus. En hier kan je shit kopen.
Blood and thunder. Dat is allemaal niet voor mij, maar waar kan ik dan... Go with honor. Waar kan ik allemaal die shit halen wat ik dan nodig had voor Warlord? Dat is ook een speler. Ja, dat is ook een speler. Oké. Zoek ik over twee. Want waar kon je dat ook weer halen van die druids? Ik weet niet meer. Je kon het in ieder geval wel ergens halen. We gaan allemaal tanken. Ik laat je vrij tanken. Ik zeg allemaal makkelijk. En dan moet je het in de pool. Ah, ik heb geluid, ja. Ik heb hem zo. Ja, ik smek gewoon die stok in. Ah, hij dropt niks, oké. Dat is ook een speler. Laten we maar gewoon quest doen, anders... Ja, Northern Watch Me. Bam. Ik vind het jammer dat je geen mensen kan bashen of zoiets, want je popt je op bam. Weet je, dan loopt je dan smash me van de kant. Level 1. Wat is dit dan van guy? Kijk die gear. Wat was nou deze toch? Ja. Huh? Hoe kan deze guy level 1 zijn? Kijk die shit. Wat is hij dan voor ding? Hij is een... Oh, zo'n... Hij is zo'n hunter. Zo'n demon hunter of zo. Of wat dan. Ja, dat krijg je pas als je één level hoog hebt. Zo. Dus bijvoorbeeld van, je hebt een orc level 55. Dan kan je hele nieuwe classes. En dat baan kan je ook weer halen. Ik wil filmen aan deze guys, dat is wel een ja. Kut. Zie die op het doek. En het geldsysteem in het spel is echt heel raar, dat zweer ik je. Dat is echt een heel raar systeem. Maar dat merk je later wel. In één keer ben je al je geld kwijt. En in één keer heb je alles weer, ja. Maar de kost, alles wordt een dukke gehad. Papier is een kerst in en gewoon. En dat gaat een beetje. Kan ik die shit van 4 raken? Ja, ik kan die shit van 4 raken. En dan heb ik het ook in de hoek, anders gewoon om een goede afstand te raken. Jody, dood. We gaan naar voor het change. Oh. Hij moet ook een range dude zijn, denk ik. Dat gaat wel heel makkelijk. Hij wil range. Laatste. Maybe. Een beetje goud. Of een beetje nee, brons, want goud heb je later pas. Maar je moet even die dingen nog doen, dus niet. Kijk, een range guy is er. En een stout. We gaan sowieso nog een keer even een dwarf ofzo, dat gaan we sowieso nog een keer doen. Maar, ja, eerst wil ik even wel level 55 orc worden. Want volgens mij kan je dan een, ja, die echt een beetje opwerken als je die shit hebt gekregen. Heb ik nog een gehaald, dus ja, dat is niet wel. Geboot. Dat is 5 orc. Ja, dat is ook goed. Ja, dat is ook goed. Dat is ook zeker. Oké. Okay. Ik zat aan mijn mes en nu staat hij in één keer met een fucking gun. Waar had hij die gun vandaan? Is het gewoon? Ik weet niet. Misschien is het zo weer. Misschien ja. Gaan we even gaan ons even door tot killen tot op een level 3 zijn? Ja, dat doe ik de volgende dag. Dat kon je ergens zien, maar ik weet niet waar. Ik heb die onder de ballen te zien. Maar, ik heb wel gecheckt.
three rings. Nee, no shit. I need to get closer. Is dat een baas? Oh nee, dan is hij van op de. Oké. Slaan langs de. Hier nog een man. Oké. Daar. Hij is zo'n kant. Daar kom. Eet van mijn tijd. Hoe ben je daar gekomen? Vond ik dit ben? Vond ik dit niet? Kijk, 97 gold, hé, dat gaat wel lekker. Ik heb hier niks erbij. Het leuke is, je kan alles killen, let op, wacht. Zoek een beest kan je ook killen. Kijk maar, waar loopt jij? Zo kan ik niet eens zien je lopen hier. Die? Maak me niet verder, denk ik. Het is zo mooi, man, dit spel. Ah, volgens mij zie je dat in één keer dat je level weer bent. Maar wanneer zie je dat? Blijf vragen. Ik wil sowieso wel even blijven killen. Dus. Ik heb mijn damage omhoog gehad met de quest, dat mag ik niet. Nog steeds level 2, oké. Eén brons. En wat ik ga doen, dat die hardstone potjes, een potje online. En dan kijk wat ik nog heb. En dan gelijk later weer een video. Ik wil nog gewoon steeds één potje of twee of zo. En dat is het. Zo speel je eigenlijk het spel ook een beetje. Gewoon winnen. Gewoon kaart fixen en dan puzzelen. Als je weet wat Warcraft en hardstone betekent, zal ik eerst even die uitlegvideo's gaan kijken op een ander kanaal. Of je net wil kijken en ik leg het gewoon op de andere omdat het samen met mij. Of je download het al in Blizzard. Ik heb ze allebei gratis. Dus wil je echt de nieuwe World of Warcraft kopen, dan is dat wel echt iets wat ik hier op de maat zo. Pouch. Oh wat? Ik ben vet, ik heb nog nooit echt zo'n zak gehad. Ik wil echt even goed. Ik kan er gewoon een beetje bij zitten. Maar ik heb een beetje slecht. Ja, dat is. En we hebben zeker een nieuwe kracht. Die gaan we gelijk even uittesten. Wat doet die nou eigenlijk? Wacht, volgens mij schiet je dan één keer met deze en dan doe je die ene kracht en is je dood. Zo, ik weet niet. Wacht, we gaan hem nog een keer testen. Dus één keer die. Ik heb niet echt gehoord dat ik het sterkst, maar volgens mij is het meer een kracht van ik gooi hem op je en dan gaat van balk af hoe lang jij nog leeft. Volgens mij is dat het maar. Wie is dat? Een vrouwelijke ork, ik dacht dat die is heel klein. Vrouwelijke orks zijn natuurlijk wat kleiner dan mannelijke. Dus ik dacht al, misschien is het een troll of een. Ja, een goblin kan het niet zijn, die zijn echt een klein. Maar ja, ik heb nooit verwacht. En er zit hier gewoon zo bij. Nou, die laten we even lekker zitten. Ik heb er al genoeg gemaakt. En dan doen we even nog één missie, denk ik. En dan zal dit het einde van de video zijn. Ik weet niet. Kijk, zo zoet bedoel ik. Even kijken, dit is ook level 1, dus die is ook net dat level geworden. En kijk, het begint al met veel, veel meer helft. En ik begin met gear. En ik zit niet alleen in deze kamer, dus. Wat heeft gear van de goede kant, zeg maar? The Fuck Armless Warrior.
die trestroom chat de rest. Ja, ja, hij is zo'n guy, want dan heb je zo'n ding. Geval iets. Hoeveel damage zijn wapen? Twee, ja, die van, ja. Dit dacht ik al, die guys zijn echt OP. Deze guy is net begonnen met die pak, met dat pak. En dit is een. Even kijken. Inspecteerd. Elemental Shaman. Is die sterk? Een beetje. Maar in ieder geval, dus dit is ook net beginnen. Oh, grappig, die is net gespawnt, joh. Met een vechter. Nee, ik ben wel leuk. Inspect. Kijk, zo kun je ook een beetje zien wat iedereen is. Arms Warrior, net begonnen. Hier allemaal, nou, noob shit, weet je wel, waar ik ook net mee begonnen ben. Maar ik ben nu level 3. Hey. Ja, nu is het. Lothar! Kom niet door het. Oh, nu weer. Strength. Ik ben hier weer in de kant van de. Dit gaan we nu. Size is dan. Is het dan in een andere kleur of is het? Nee, het is gewoon hetzelfde. Stupid. Ja, het is hetzelfde. Dat is ja, jammer. Wat is dit trouwens? Laten we eens even kijken. Oh, het is die cloak. Die cloak was het geen aan had. Oké, het is een hele cloak. Ik ga hem tweede. Scorpion Work. Oh, die dingen die ken ik nog. Lothar. Ja, doe maar. Strength. Je moet gewoon meerdere quests tegelijk accepteren. Want dan kan je dat hele tijd zitten doen, blijven doen, snap je? En dan, ja, dik veel dan. Goeie shit. I guess. Ik weet niet. Dit is ook level 1. Wat is dit? Ook zo sterk, kijk. Elemental Shaman. Dit moet ook zo'n. Wacht even. Ja, dit is ook. Hey. 1 damage, wel bad. Ja, sommige shit is wel bad, maar voor de rest. Hoeveel helft is deze guy? Ik wil hem duelleren. Nee, ik wil hem duelleren. Oh, hij is net weggegaan. Vet, dat zijn guys die net begonnen zijn, dus. Zulke beesten dacht ik. Scorpion. Oh nee, hier heb je die Scorpion quests. Ja, dat zijn deze beesten. Oké, nou, gaan we even chillen. Toch? Of moeten we iets hebben wat hij bij ons geeft? Oh, moeten ze een staart hebben? Wat? Waarom is een staart? En de poosjes, man. Dat kan best wel. En dat is daar. Een beetje gewoon staan. Ik weet niet of. Ja, hij moet die tails hebben. Oké. Goed met de full range. It's too far away. Hoezo dat raak ik niet goed? Oeh, dank je. Dat weet ik. Ik ken je nooit aan dood. We hebben nog lekker deeltjes. We moeten er nog 5. Kijk, in het begin is het altijd zo saai. Een beetje killen, een beetje dat doen, een beetje killen. Maar uiteindelijk moet het. Als je kijkt, ik heb nu wel eens over het lezen. Ik heb daar een beetje vandaag, wat ook wel eens gebeurt. Je ziet het allemaal wel. Nee, dat beest. Even kijken hoe snel ik het beter heb. Ah, oké. Ik heb hier wat een kern aan de hand. Oh, wacht, hier kan je je XP ook zien. Oh, ik dacht dat was gewoon een of andere mana pills. Ja, dat is okay. Ik heb wel pills eigenlijk. Ik heb wel heel wat. De 60 tentjes dus met. Oké, okay, dat weten we dan ook gelijk. Maar ik heb gelijk 2 gegeven. Oké, dus sommige droppen er wel meer. Die heeft niks dan. Oké, nee, die hadden samen die shit. En die ook trouwens. Oké.
die manier. Ik snap hem. Ah, oké, okay, ja, ik snap hem. Die tool laat ik gewoon lekker liggen. Want ja, hey, waar is de warlock verkoper? No one knows. Dus ik ga gewoon een beetje grinden. Hey Scorpio! Kijk, dan kun je een mooie klap op je neus. Bam. En bam. Eén. Dat ben jij dan. Oh, stop het. Ja, dat is prachtig. En waar is het dan? Oké, dan gaan we die laatste doen. Het zijn zeg maar guys die dan echt fit zijn gewerkt. Die moeten dan wakker smaken. Maar je moet ze houden wakker. En dan liggen ze. Hij bij de stok. Dan poek. Lekker kut, lekker kut. We moeten mensen doden. Dat is hun werk. Nee, zijn werk is gewoon houden wakker. Maar daar hebben ze gewoon geen zin in. En dan gaan spitten. Ja, leuk. En hier kan je nog een quest krijgen voor een enorme scorpion te killen. Dat ga ik later doen. Kijk, die guy heeft die handschoenen die ik heb gekregen voor Edward. Ik kan duelleren. Wil je matten? Wat zijn die? Wil je matten? Volgens mij wil die matten. Ik heb wel zin in een potje duelleren. Kom maar, de man. Oké, deze man wil niet meer. Deze. Check maar, Marta. Oh, wat kun je dan? Kijk, dat is deze. Die geeft je dan zeg maar die quest. Hij is bijna dood, gek. Hoe dan? Twee helft heb je nog. Wat deed je? Wat deed je? Hey, ga eens even wakker worden. Kun je hem wakker tonken? Wat? Oh, je wilt die klauwen hebben van dat beest. Dus waarom hier deze guy? Ja, wacht. Die moet werken. En dan moeten we die ook nog even wakker maken. En dan moeten we er nog. En nog twee. Zo, we zijn wat slapen. Kan ik hem ook schieten? Zullen we dat even niet doen? Tonk. Nee, tonk. Me not that kind of war, dude. Nou, weet je, ik laat jullie ook even gelijk zien. Je hebt hier Azeroth, Outland en de. En wij spelen volgens mij de middelste. Maar terugvinden van waar je speelde. Of wel zo heel hard in de koptelefoon. Dat weet ik niet. En ik ga gelijk even die Giant Scorpion killen, want daar heb je ook nog ongeveer twee guys die je wakker moet knuppen. Dus. En die reuze Scorpion is niet zo sterk. Hij is een beetje, ja. Ik verwacht er niet veel van. En de video's worden niet. Deze video is wat langer, want ik moest die guy eerst keer het eerst maken. Daarom. Als ik een feit heb, dan kun je het niet bouwen. Dat is mijn skill. Dat heb ik gekregen, ik wilde XP. Kijk, dat is die reuze scorpion. Okay, ik mag met een grote, maar dan een klein. Die wang, dat is ook wel een beetje. Oh, dat is een uit de potion, maar die potion heb ik niet gedaan. Ah, dat was mijn. Voor mij, bitch. Haha, ik pak hem nog weer aan. Wat? Zo. Er waren er twee, ja, daarom. It's too far away. En waarom kan het niet van vier? Waarom gooi je niet even een bal en gooi je die stok in zijn hoofd? Waar je wakker worden. I can do that. En wakker blijven. Oké, nu ligt die te pitten weer, dan smaken we die ook even wakker. Daar is een quest en daar is die moeten we zo meteen even inleveren. I'm out of range. Dus out of range hier die. Something you're doing? Ja, lekker knuppelen. Oké, dan hebben we die ook geknuppeld. En hebben we alle quests gedaan en dan. Ja, ben je weer een paar levels verder over. Ik wil graag team worden. Ik kan de inviten. Moet je team worden? Die matten? Mag even. Ik kan het traden. Stop eens.
Stop eens met leven. Ik wil met je duelleren. Even laten zien aan de kijkers wat dat is. Dat de meeste weten wat duelleren is, maar hoe het in dit spel gaat, dat weet iedereen. En blijkbaar op een bitch niet. Dat doen dus. Ik ga mijn quest gewoon even inleveren. Want dit is een spreektijd, maar ga echt niet sneller door. Gewoon lekker, ik moet gewoon rennen. Oh, nieuwe zak. Extra een keer. Waar is de volgende quest? Nou, goodbye. Bring the nuke. Even kijken, waar is... Oh, moet die... Drie quests hebben we dan. Nee. Ready for a turn in. Oké. Okay. Oh, ik ben level 4, ik kan niet eens door. Oh, dit is John. Ja, je hebt echt iets van 6 balken. Of 6 rijen met wat je abilities kunnen zijn. Ah, tering. Welk level ben je dan? Ben je dan dit level? Als je level 2 bent, ben je ook zo'n fucking fat guy. Niet vet. Ja, dit is ook een warlock. Ja, dit is zo'n laatste hoog level warlock. Ik wil trainen met deze guy, want ik heb wel wat goud en al. Hij mag allemaal mijn shit hebben. Eén ding wat hij heeft. Hier, train. Ja, hij killt even 3 of zo, 2 in 1 klap. Nee, ik wil trainen. Nou, laat dan maar shit. Hij kan even die quest inleveren. Dit was echt lollig, ik zweer het je. Maar hoeveel is dit deze guy? Hij heeft een oude film. En die muziek. Lekker. Volgens mij als je een nieuw account hebt met dan wat hogere shit, dan begin wel nee, al die quests nieuw. Dat weet ik niet zeker, maar ik denk dat het zo gaat. Maar dan met al die meer shit, dat je veel sneller alles krijgt. Ik denk dat het zo gaat. Go forth and victory! Wait, laat mij even level up gaan met de boer. Strength and honor! Double! Stop! 70,000 op het steeds! Guys, respect! Oh, kijk die shit! Nee, opa! Kijk die levels en shit wat deze man helemaal heeft. Kan ik trainen? Weet je wat, ik ga kijken. ik kan het wel en dan ga je raak toch niks kwijt. Oh, oké. Strength and honor. Oh, schoenen. Go forth to victory. Hey, ik weet niet wat het is. Waar is dat? Oké, dat gaan we zo even doen. Of ik sluit de video af. Nee, ik denk dat jullie wel zin hebben in nog een gevechtje in de quest. Om meer van dit spel te leren. Dit wordt gewoon een lange video voor je. Wat vinden jullie van mijn nieuwe cloak? Deze sterk. Eén arm hoor. Eén arm. Is de ene arm nog zo? Anders. Ja, de ene is donkerder. Oké, die donkerder. Ik zie dat jij nog niks hebt. Vreemd. Wat is dit met dat mensen bijna dus kunnen hier? Duelleren? Level 1. Oké, ik heb een nieuwe cloak, maar mijn health is niet zo ver omhoog. Wacht, waar is die quest gedaan? Over hem moest ik die appels halen, dat is waar ook. Waar heb ik zin op appels halen? Oh, hier heb je die warlords. Warlord. Mokra! Victory! McGraw. Ik wil nog steeds wat hij zegt. He's safe. Strength and honor. Zij wil naar mijn voer. He's safe. En hij wil... Strength and honor. Oh, heel raar. Hij wil ook alleen maar voer. Vreedzaam. What do you need?
appels, doe jij. Voor de horde. Zo even doen, maar die appels doe ik zo meteen even naar de video. Want ja, yo, wie van jullie boeit het dat ik appels ga zitten kennen? Niemand, denk ik. En hier moet ik guys killen en dat is wel leuk. Dus laten we dat gaan doen. Om de helft zijn nog steeds 234 kwam, maar gelijk toch wat hoog hoor. Huh? Is dat even hier? Zo, ja, denk ik hoor. Kijk hoe snel we gaan. Ja. Ik denk als ik sommige stukken eruit zou knippen, dan zal de video veel korter zijn. Maar ik ben blij. Nou, dan collecten we ook gelijk voor die appels. Ja, je moet gewoon dit soort dingen checken. En elke heeft wel een appeltje of zoiets bij zich. Sommige, ja, volgens mij is het meeste 1. Dus je moet eigenlijk 6, stel dat je 1000 van die dingen checken. Dat je 1000 appels ook moet hebben. En het gaat allemaal per 1. Ah, dat lijkt me zo vreselijk. Moet je wel minstens 2-3 levels krijgen hoor, erbij. Zijn dat die blauwe mannetjes? Zo. Zijn die guys die ik moet killen, die blauwe mannetjes? Ik kan niet weten. Ik kan nu zien, want ik kan niet weten. Dus we gaan even zien. Ja, dat zijn die blauwe ventjes toch? Ja, die deze dingen. Ik heb een cadeautje voor je, een paarse bal. Kom, gooi terug. Snel. Doe nog even gooien. Wat is het nu? Wat kan? Vandaag met deze guys bezig. Boei. Hier, ik heb net 1000 gold, hè. Ik heb 2 bij opgepakt. Niks is blijven komen. Dat bedoel ik met dat geldsysteem raar is. I need to get closer. Nou, oh, lekker appeltje. Geef maar. Ik moet er toch 6 hebben. 10, dat zeg ik. We zitten een soort van vast. Kan ik ze allebei kopen? It's too far away. Soort van. Staat niet aan de voet. Ik vind dat ook wel. Nee. Oh, nog wel. Oh, ik ga doorheen, man. Even. Lekker voor XP, 65. We moeten er nog 5. Joehoe. Ik ben level 4, dan ben ik zo meteen al level 5. Dat gaat echt snel. Deze eerste video wordt een uur, denk ik. Doen we een uur video? Wat is het? Ik weet niet hoe laat het is. Gewoon lekker spelen. Hey Pau, laat is het? Oké. Doe je al? Of een idee voor het beste. Ik zie het wel. Ik denk niet. Far away. Bal op jou. 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 Hey yo, bal op jou. Ik heb het gebeurd, dus niet damage. Ja, nee, voor mij, ik krijg toch wel een wijken. Soort van. Wat, we gaan weg. Wat zeg ik? Dit voor je, cadeautje. Nee, alles is geen reach box, ja. Dat gaat ook nog gebeuren, nooit zo. Ik heb net 7 gold.
Ik zit op de 21, maar we hebben wel 5 van die. En dat, ja, ik weet niet. Even niet zo, ik veel. Kijk eens, ik heb iets voor je. Oh, ik heb het voor je. Mijn gold. Pinkie. Ook mijn gold. Jij wil mijn gold toch hebben? Om te duelleren. Om dan trainen. Is het. Deze guy heeft helemaal niks. Hij doet wel. Nee, wel ga even evenwel stuk. Dit is volgens mij zijn stamina en ik heb vol mana. Waar heb je appelbomen? Kijk hier, 2 gelijk 2. Hoeveel moet ik er nog? 3. Ook toevallig dat ik er precies 3 moet, terwijl ik 2 zie. Nou, nog even deze. It's too far away. Ik denk dat er meer Hearthstone video's dan World of Warcraft zou komen. Want World of Warcraft video's die zijn wat langer. Dus dat is langer, duurt langer om te uploaden. Dus ja. Wat, hoeveel health is dat ding? Ga. Nee. Ik weet wat, ik gooi gewoon een bal. Daar ga ik vanaf. Sorry konijn liefhebber, sorry dat ik jullie liefde konijn een klap voor zijn hoofd gaf. Of zo. Appel, lekker. Ik hoop niet dat de kwaliteit van de video zo slecht is. Dat hoop ik legit niet. Maar hey, we zien het allemaal wel. Ik ga zo meteen 2 quests inleveren, dus ik denk dat ik dan een nieuwe ability erbij heb. Zal ik dat als een anticlimax doen, voor wat dat kan, want ik weet het zelf ook nog niet. Of zal ik hem gelijk in de video gebruiken? Ah fuck, ik gebruik hem gelijk in de video. Show. Die guy is back. Een Beastmaster Hunter. Oh, dit is een hunter, ja dat zie ik als een bow. Zou je zeggen dat dit een bow is? Kijk die helm, ik zou ook wel een helm willen hoor. Dit is toch vet. Wel eens de game. Hoe heet de game ook alweer? RuneScape. Was gespeeld. Ik heb hem op mijn telefoon staan. Dat is nu ook voor een mobiel namelijk. Oldschool RuneScape. Ja, het is niet. Het is best geinig, maar het is ook niet zo geinig. Het is wel oud in ieder geval. Greetings. Complete. Go. Oh, dan ga ik even nieuwe aan. Waar is die dan? Ik zit aan de andere kant van de map. Nee, dat is in die grot, denk ik. En die grot, dat laat ik allemaal wel lekker zien in de volgende video. Wat? Magra. Strength. Oké, dan ga ik er nog heen. Oh, die pigs. Waar zijn dat ook alweer? Ik weet het echt niet meer. Ik heb 2 dagen geleden die missies nog gedaan deze. Speak, friend. Be safe. Ja, we hebben gelijk een nieuwe ability. Wil je nog iets van een quest? Nee. En, ja, we hebben 20 appels en die krijgen dubbele aanval. Spring in goud. Zo weet ik nog. Hier, we hebben nu 7 van die gold en 23. En die, dit is zilver en brons. En ja, voorzelfsprekend, zilver is beter. En ik heb mijn schoenen. Kijk, schoenen. Ja, dat is het. Meer helft ook gelijk. Heerlijk. Wat? Gewoon, ik weet niet, dat haar laat zien dat hij iets sterker eruit ziet dan normaal. Zie? Oké, want paars is een beetje legendary kleur. Dus dan denk je gelijk, oh, hij is sterker. Nee, is hij niet. Ik ga even, denk ik, nog even snel die kracht aan jullie laten zien. En als we dat hebben gedaan, dan gaan wij lekker naar de einde van de video. Ja. Maar we gaan even een varkietje pakken. Oh, wat? Oh, hij moet stilstaan, dan gaan we die. Huh?
Oh, wat? Ik kan gewoon beesten roepen. Nee, joh. Ze hebben een vuurbeestje. Oh, dat is wel handig. Dat is vet. Dat is echt wel fijn. Oké, jongens, dit was de video voor vandaag. De allereerste World of Warcraft video eigenlijk. Dus, vonden jullie het leuk? Even lekker een bavie. Vonden jullie het niet leuk? Nou, weet ik veel, gaan we even iets anders kijken ofzo. Ik zie jullie bij de volgende World of Warcraft video. Of Hardstyle. Dat is wat je het meest leuk vindt. Het lijkt een beetje op elkaar, dus... Niet echt, maar het is hetzelfde systeem, dus laat het.